Johan Jacobs, eerst en vooral, hoe is het met jou? Goed. Ja. Kijk er naar uit naar vandaag. Ja. Hoe heb je de laatste koers verteerd? Goed, ik heb tot nu enkel, sinds Parijs niet enkel Brugge de Panne gedaan en dat was redelijk, ça va, niet te zwaar, dus ik denk wel dat ik hersteld ben. In Parijs-Nice was natuurlijk die megavlucht, heb je daar veel reactie op gekregen? Sorry? Die megavlucht in Parijs-Nice, heb je daar veel reactie op gekregen? Ja, een beetje, niet te veel, maar ja, toch wel, de mensen die mij volgen, die hebben toch wel gezien. Ja. Was je zo goed als het leek? Ja, ik was wel heel goed, ja. En voor de rest ook de vorm, heb je een goede winter gehad, zeker na vorig jaar? Ja, zeker. Ik heb een goede winter gehad. Na mijn operatie vorig jaar heb ik echt heel goed kunnen trainen. En ben ik benieuwd wat er uitkomt vandaag. Voel je nog iets van die operatie? Je voelt natuurlijk wel dat het een operatie is geweest. Maar de klachten die ik ervoor had zijn wel veel minder. Ik denk toch wel dat ik hersteld ben. Moet je nog iets doen qua kine of zo om het onderhouden? Ik denk dat wij als wielrenners sowieso redelijk veel kine- en core stability oefeningen moeten doen voor blessurepreventie vooral ook. Dus ik denk niet meer dan een ander, misschien een klein beetje meer, maar niet veel meer. Nee. In deze Vlaamse wedstrijd, wat is jouw rol? Sorry? In deze Vlaamse wedstrijd, wat is dan precies jouw rol bij dit team? Een beetje de wegkapitein. Ik ben bij de ploeg toch degene die een beetje die de weg hier het beste kent en de koers het meest al gedaan heeft. En probeer die jongens de weg een beetje wijs te maken. En hun uit te leggen waar en waar niet van voor te zitten. Mels Kopman, Oirlas Kaan? Ja. Hoe is hij in de ploeg? Het is een beetje moeilijk om hem in te schatten. Hij lijkt heel joviaal, heel enthousiast. Is dat ook effectief zo? Ja, hij is een heel joviale kerel, heel enthousiaste kerel. Lacht ook een keer graag, dus dat is dan tafel altijd wel een leuke gast om mee te hebben. Ja. Waar eindigen zijn mogelijkheden? Want we hebben eigenlijk nog niet heel veel van gezien, maar er zit heel veel in, lijkt wel. Ik heb zeker nog niet alles gezien. Ik ben al 2-3 jaar aan het zeggen dat het echt een coureur is met een enorme motor. En als die de kans krijgt om zijn motor te tonen, dan weet ik zelf niet wat de limieten liggen. Want ik heb nummers gezien dat ik echt denk van wauw, dat is echt zot. Ja. Echte wereldtop? Ik denk het wel, ja. Mooi, dankjewel. Veel succes.